gaan met deze fantastische groep. Ze gaat zelf haar band aan jullie voorstellen. Veel plezier met Saskia Larrault Quintet. Thank you.
zijn. Eindelijk. Na 2 jaar of zo. Want het is 3 keer uitgesteld volgens mij. En het kan nog net. Want volgende week gaan ze het natuurlijk weer verbieden. Heb ik gehoord, stiekem, of die mogelijkheid bestaat er. Nou, ik ga heel snel de band aan jullie voorstellen. Dan weten jullie wie er voor jullie spelen. En dat is op drums. Niemand meer, maar niemand minder dan Sven Rozier. En dan hebben we de man op de contrabas. En hij speelt ook basgitaar straks. Vader uit Sardinië, Italië. Moeder uit Noord-Holland, Edam. Daniel Guelli! Dan ga ik verder met mijn echtgenoot. Op de piano. En hij gaat ook heel mooi zingen straks voor jullie. All the way from America, uit het zuiden. Oorspronkelijk, tenminste zijn ouders, maar die zijn toen naar het noorden vertrokken. Maar dat komt straks tijdens de muziek nog wel ter sprake. Warren Bird! En almost last but not least, the leader of the band, it's me, Saskia Larreau. Yeah. Uit Amsterdam. En ja, ik heb een geweldige speciale gast meegenomen. Niemand meer, maar ook niemand minder vanuit de Bass Brothers. Kennen jullie die? Nee hoor, zegt hij al. Nee, maar daar heeft hij zich al lang aan ontworsteld. Hij is nu zichzelf, zijn eigen artiest. Waar, ja nee, maar serieus, hij heeft 2 geweldige broers die ook heel erg goed spelen. Maar die zijn er nu niet. Hij is er nu in zijn eentje, bij mij. Daar ben ik heel trots op. Hij is... Ook nog, nee, ik ga dat allemaal niet vertellen. Jullie moeten het allemaal opzoeken op internet. Onthoud die naam. Op tenor saxofoon. Alexander Beet. Dank jullie wel. We zijn begonnen met een nummer van mijn laatste en mijn eerste LP. Daar staat hij. Is ook straks eventueel te koop. En we gaan verder met een gloednieuw nummer, gecomponeerd door Alexander. Hoe heet het ook alweer? Nou, ik heb het geschreven tijdens een boring period, de COVID-periode, dus ik heb het genoemd de COVID Blues. Daarna noemen we het Blues of the Legend, maar voor deze editie heet het gewoon de COVID. Ja? Thank you.
mijn nummer. En ik ben zelf helemaal dol op jazz. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar we zijn wel op de jazzkermis. En dat doet me een beetje denken aan het feit dat ik altijd naar het Noordzee Jazz Festival ging. En daar kwam altijd een jonge man op de trompet. En die is helaas veel te jong overleden. Roy Hargrove, kennen jullie hem? En ik heb speciaal voor hem een nummer geschreven. En dat is om zijn leven te vieren. Het heet Groovin' Hard. And it goes something like this. Thank you.
van om mijn jazzhelden te eren. En met het volgende nummer wil ik alweer een grote jazzheld eren. En dat is namelijk een fantastische saxofonist. Ja, dat is al langer geleden. Het is namelijk, wie kent hem niet? Dat is de fantastische John Coltrane. Wie kent hem niet, eerlijk gezegd? Iedereen kent hem, helemaal geweldig, fantastisch. Nou, en dit nummer heet Courtesy to Coltrane. And it goes something like this. Remember John Coltrane. John
Dankjewel, lieve mensen. Nou, er is nu het hoogtepunt van het optreden aangebroken. Dat is namelijk mijn echtgenoot. Ja, die komt uit Amerika. En Amerika, dat is ook een land waar, ja, waar veel jazz is en zo. En ze zeggen dat het er ooit is ontstaan, maar ik weet niet. Volgens mij is het nu over de hele wereld verspreid. En daar zijn we heel blij om. Maar in ieder geval, ik was dus uitgenodigd om in Amerika een optreden te doen. En hij was in de background band. En hij begeleidde mij. En toen dacht ik van, hey, wat leuk. En toen nodigde ik hem uit om in Nederland met mij op te treden. En zo is het gekomen. Maar dat is niet het belangrijkste van dit verhaal. Het belangrijkste is dat ik hem heb gevonden in een piepklein stadje. Heel onbeduidend. En veel kleiner dan Heerlen. En iedereen vond het. Amerikanen die zeiden tegen mij, dit is de allersaaiste stad van Amerika. Ze kenden het allemaal, zeiden ja. En de stad die heet namelijk, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, Hartford. Connecticut. Ja? Oké, nou daar komt hij dus vandaan. En toen dacht ik van, nou dat is toch niet eerlijk. Ik ga googlen op internet. Is er een nummer geschreven over Hartford? En ik heb het gevonden. Een heel oud nummer. Iedereen was het al lang weer vergeten. En it goes something like this. Thank you.
compositie van Warren spelen met z'n tweeën als duo. I want to play one of your songs. Visible News. Maybe you can tell the people about it. Well, Visible News, I used to play for a lot of dance classes, all kinds of ballet, modern, Graham, ethnic, and play drum as well. And the thing is about playing for dance is that it really brought out the most in me as an improviser. And so I composed this tune many years back called Visible Muse, because when you see them move, it makes you play. But you have to see them move in order to be making the music. Visible Muse. Thank you.
compositie bij Warren Bird. Visible Muse. Nou, ik wil het laatste nummer gaan spelen, maar het is niet het allerlaatste nummer. Maar het is wel het laatste nummer. En dit nummer, dit is misschien niet het allerlaatste nummer, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel een nummer, ik ben een beetje eigenlijk niet helemaal zeker of ik het zal spelen, want ik ben een beetje zenuwachtig. Want I woke up this morning, and I thought by myself, hey, ik ga spelen op de jazzkermis. Het is toch gewoon geweldig dat het eindelijk gaat gebeuren. Dus, ik kreeg inspiratie. Ik dacht, ik ga een nummer speciaal voor de jazzkermis componeren. Oh. Ja. Ja. En het is wel zo dat al die andere nummers die jullie hebben gehoord, behalve het nummer van Alexander en het nummer van Warren, die heb ik wel ook gecomponeerd. Dus we spelen eigenlijk allemaal eigen werk. Maar natuurlijk putten we uit allerlei inspiratie van allerlei jazztradities. En dit nummer wat ik nu heb gecomponeerd komt voort uit de jazztraditie van free jazz. Houden jullie daarvan? Ja. Oké, geweldig. Nou, dan durf ik het helemaal te doen. Het is wel zo dat ik in mijn eentje ga beginnen. En eigenlijk is het zo dat ik moet even testen of dit doet. Volgens mij doet het niet meer. Nee, het doet het niet meer. Oké. Nou, dan is dat onderdeel voorbij. Dan ga ik gewoon zo. Doe ik ze ook af. Helaas. Back to basics. Ga ik gewoon met losse handen. Ja. Moet ik gewoon echt jazz, weet je, echt, pure jazz, organic, vegetarisch. Thank you.
Thank you.
jazz kermis, baby. It's a jazz kermis. In Heerlen, it's a jazz kermis. In het cultuurhuis, it's a jazz. Jullie kennen het? Waar? In Heerlen, it's a jazz kermis. Waar? In het cultuurhuis, it's a jazz. Thank you.
jullie.